Sinds het nieuwe jaar is de verhoging op het lage btw-tarief van start gegaan, van 6% naar 9%. Dit betekent dat veel producten zoals de alledaagse boodschappen, boeken en bloemen duurder zullen worden. Ook voor activiteiten zoals naar de kapper of naar het theater gaan zullen we meer geld neer moeten leggen. Ik ben benieuwd wat de Tilburgers hiervan vinden. Daarom ga ik vandaag de straat op met de vraag, wat vind jij van de btw-verhoging? Wat vind jij van de btw-verhoging? Ik vind van de btw-verhoging dat het gewoon voor iedereen veel te hoog is. Zeker voor de lagere inkomens. Dat is mijn mening. Waardeloos. Ik vind het heel slecht. Ik vind dat er geen btw moet zitten op producten die mensen dagelijks nodig hebben. Of in ieder geval niet zo hoog. Dat vind ik niet zo fijn. Waarom? Ja, dan worden boodschappen weer duurder. Dus dan denk ik, alles wordt duurder. Dus. Niet goed. Nou ja, hij heeft wel weer wat consequenties, hè? Ik zit altijd in de kerstpakketten, dus dat was voor de voet is het niet zo fijn. Ja, liever niet eigenlijk. Nou, niet zo prettig natuurlijk. Ik denk dat niemand dat prettig vindt. Ik heb er nog niet zo heel erg veel mee te maken gehad, moet ik zeggen. Ik heb er iets van gelezen en gisteren was ik bij de supermarkt en toen zag ik er ook iets bij. Oh, bij de Albert Heijn stond er iets van dat de prijzen veranderd waren. Maar verder heeft het op mij nog niet veel invloed gehad. En wat gaat de btw-verhoging voor u betekenen tijdens het boodschappen doen? Ja, ik denk... Volgens mij niet zoveel. Volgens mij, nee. Het is niet iets wat ik denk heel erg veel impact gaat hebben op hetgeen wat je koopt. Nee. Meer afrekenen. Dat zal ook duurder worden, maar als het gebeurt net als vorig jaar, dat we dan als AOW allebei een tientje bij krijgen, dan mogen de boodschappen duurder zijn. Niet zo gek veel, denk ik. U gaat niet minder kopen omdat het duurder wordt? Nee. Ja, opletten met de prijs natuurlijk. Dat is het beste wat je kunt doen. Weinig, denk ik. Ik geloof niet dat ik echt dingen ga laten staan omdat ze nou iets duurder zijn geworden. Nee. Niet veel in principe, behalve dat ik duurder uit ben, denk ik. Ja, dat ik meer kwijt ben, maar ik ga er geen dingen voor laten. Dat ik veel meer geld kwijt ben wekelijks aan mijn boodschappen. En van welk product of dienst vindt u het vervelend dat het duurder is geworden? Ja, wat ik net al zei, vooral de dagelijkse boodschappen, het eten, drinken, dat soort dingen. Ik vind dat daar geen btw van 9% op moet zitten. Ik vind 6% eigenlijk al te veel. Er moet eigenlijk geen btw op zitten. Voor de dagelijkse boodschappen? Nou, voor ons is dat wel de boodschappen, hè. Ja, bijvoorbeeld niet boeken of theater? Nee, komen we nooit. Ja, voedproducten. Dat weer verhoogd wordt, ja. Roken? Nou, ik denk toch wel vooral die boodschappen. Want die heb je toch elke week weer nodig. Ja, met een gezin met 3 kinderen. Ja, tikt dat toch wel weer aan. Ik denk van puur de dagelijkse dingen. Zo melk, brood, dat soort dingen. Ja. Op dit moment heb ik er nog geen ervaring mee. Omdat het nieuwe jaar is begonnen. Dus ik kan er nog niet over wat te zeggen. Groente en vlees. Bijna niemand in Tilburg vindt de btw-verhoging een goede verandering. Maar slechts weinig mensen zullen de boodschappen er daadwerkelijk voor laten staan. Dit was Mag ik wat vragen voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.